Goedemiddag allemaal. Ben ik te verstaan? Terwijl de laatste mensen nog een plekje zoeken, wil ik jullie allemaal namens Uitgeverij De Bezige Bij hier in de zaal en thuis via de livestream van harte welkom heten bij deze middag rondom de nieuwe biografie van Jolande Withuis. Geen tijd verliezen over Jeanne Bierema-Oosting. Dit is het prachtige boek. Mijn naam is Mariska Korti en ik heb als redacteur met Jolande aan haar prachtige boek mogen werken. En dat was een groot genot. Jolande heeft een fascinerend levensverhaal opgetekend. Een leven waaruit zoveel toewijding spreekt, zoveel kracht en vastberadenheid. En een leven bovendien dat resulteerde in een zeer interessant oeuvre. Men zou denken dat het leven niet moeilijk is voor mensen die in een adellijke familie geboren worden. Voor meisjes als Jeanne was niets minder waar. Juist door haar familie werd ze tegengewerkt. Middels honderden en nog eens honderden brieven die Jolande mocht inzien, heeft ze kunnen blootleggen hoe Jeanne zich hieraan ontworstelde en hoe ze haar stem als kunstenares wist te vinden. Oosting werd bekend en vervolgens weer vergeten. Jolande onttrekt haar zeer terecht aan deze vergetelheid in dit schitterende boek dat het resultaat is van indrukwekkend bronnenonderzoek. Ik zal het programma van vanmiddag kort toelichten. Om te beginnen zal Jolande zelf een stukje voorlezen uit het boek. Daarna wordt zij op het podium geïnterviewd door columnist en recensent Elma Draaier. Uiteraard is er dan ook ruimte voor vragen van jullie hier uit de zaal. En na afloop is het boek uiteraard te koop en Jolande natuurlijk bereid tot het signeren van jullie exemplaren. Daarbij wil ik u wel alvast graag namens haar verzoeken haar niet te omhelzen of te zoenen ter felicitatie, want we blijven natuurlijk voorzichtig. Met recht vieren we vandaag dit boek. De intrigerende werken van Jeanne, haar bijzondere leven en de geschiedenis die voorbijtrekt in de bijna complete eeuw die ze leefde. En dit alles opgetekend door de bijzonder scherpe en krachtige pen van Jolande Withuis. Als redacteur ben ik oprecht hartstikke trots om dit boek ten doop te houden. En ik kan niet wachten om te horen hoe het Nederlandse publiek gaat veroveren. Ik wens u allen thuis en hier in de zaal een plezierige en zeer inspirerende middag toe. Ja, ik ga een stukje inleiding, voorlezen, zodat iedereen begrijpt hoe ik toch op dit onderwerp ben gekomen. Ze was 92 en deed de deur open met een sigaret bungelend in haar mondhoek. Haar blik was waakzaam en verder van hoogbejaard. Haar rechte wollen rok en kleurloos truitje waren verschoten, vormeloos en minstens een kwart eeuw oud, maar dat ze in de tijd van goede kwaliteit waren geweest, kon ik er nog wel aan afzien. In de rok ontwaarde ik het brandgaatje van een sigaret. De iets wat morsige verschijning van Jeanne Bierema-Oosting maakte duidelijk dat ze haar tijd, energie en creativiteit liever besteedde aan haar werk dan aan pogingen tot elegance. Ze was kleiner dan ik me had voorgesteld. Door het jeugdige zelfportret met hoed en bontjas op het omslag van een catalogus had ik me een rijzige, ongenaakbare freule voorgesteld. Rijzig was ze niet, ongenaakbaar was ze zeker. Het was augustus 1990 en ik maakte kennis met Jeanne Oosting, befaamd aquareliste, grafica, schilderes en tekenares. Die kennismaking maakte zo'n indruk dat ik ruim een kwart eeuw later besloot haar biografie te schrijven. Aanleiding tot ons contact was mijn promotie in september 1990. Ik mocht van mijn vriendinnen een mooi cadeau kiezen en wilde het liefst een aquarel van Oosting, de naam waarmee ze signeerde. Helaas had haar vaste galerie niets naar mijn smaak in voorraad. Dat ging dus niet door, dacht ik. Maar een paar dagen later ging de telefoon. Voor jou, zei mijn man, Ene Oosting, een vrouw. De schilderes had van mijn vergeefse zoektocht vernomen. Had ze goed begrepen dat het een promotiegeschenk was? Vroeg ze met ferme stem. Dat een geleerde vrouw werk van haar wilde, beviel haar zeer. Voelde ik ervoor op haar atelier iets te komen uitzoeken. Het was een offer I couldn't refuse. Bijna een bevel trouwens. Ze woonde aan het Amsterdamse Oosterpark, dat ze veel heeft geschilderd. En we beklommen de hoge trap naar haar atelier. Maar voordat ik het klaargezette werk mocht bekijken, werd ik onderworpen aan een verhoor. Of beter, kreeg ik een reprimande. Had ze goed gehoord dat een man mijn telefoon had aangenomen? Ja, mevrouw, dat was mijn man. Maar het ging toch om een promotiecadeau?
Ja, ik promoveer volgende week. Maar als u wetenschapper bent, dan zult u toch geen man hebben? U kunt toch geen twee heren dienen? Ze klonk of ze me had betrapt op varen onder valse vlag. Mijn zwakke poging om uit te leggen dat vrouwen anno 1990 hoopten dat ze in hun leven zowel zouden kunnen werken als liefhebben, viel niet in vruchtbare aarde en voelde ook misplaatst, aangezien haar verbazing en verontwaardiging over mijn twee heren volstrekt authentiek waren. Het was een samenvatting van haar leven. Hier klonk een stem van bijna een eeuw geleden. Ik was per tijdcapsule teruggecatapulteerd naar de eerste feministische golf, toen een studerende vrouw een geleerde vrouw werd genoemd en de keuze voor het uitoefenen van een vak inderdaad meestal neerkwam op een keuze tegen een huwelijk. Oostings generatie moest kiezen en Oosting koos voor zichzelf en haar talent, wat betekende dat ze ervoor koos niet te trouwen en dat ze in conflict kwam met haar familie. Dat het moeilijk moest zijn geweest, realiseerde ik me toen natuurlijk ook wel. Maar hoe moeilijk drong pas echt tot me door toen ik het onderzoek deed voor dit boek. Oostings keuze voor de kunst betekende een langdurige, jarenlange, nare strijd met haar vader, vele jaren armoede en een leven alleen. Aan smalltalk deed Sjane Oosting niet. Een kopje thee was er niet bij. We praten staande. Ik verzamelde nog net voldoende moed om te vragen waarom ze de portretten van Picasso en Greta Garbo uit de krant had geknipt en op de muur geprikt. Na onze korte uitwisseling gingen haar mappen met werk open en een uur later fietste ik tevreden met een door de maakster zelf in pakpapier gerold aquarel die de woonkamer uitbeeldt van haar buitenhuis in het Gelderse dorp Almen. Fauteuil, tafeltje met bontgekleurde hyacinten, asbak, sigarettendoos en de onvermijdelijke sigaretten. Ingelijst volgens haar voorschrift hangt het werk op mijn werkkamer, waar ik er nog steeds met genoegen naar kijk. Na Oostings dood in 1994 hingen de gordijntjes in het mooie vervallen huis nog jarenlang precies zoals op mijn aquarel. Voor de dorpelingen die haar 40 jaar meemaakten, is de herinnering aan de vroegere bewoonster van het huis onuitwisbaar. En voor mijzelf na slechts 1 uur niet minder. Dank u wel. Nu mag ik een verrassing aankondigen. Namelijk Sjane in actie. Opgespoord, 1 minuut Sjane in actie. Opgespoord door Albert Jensma van Omroep Friesland, die aan een documentaire over haar werkt. De geluidskwaliteit laat enigszins te wensen over. En het interview is uit 1981. Sjane is dan dus 83. Dat roep ik. En we gaan altijd recht weg. En ik geef het niet op sneeuwpalen. Ik heb ook altijd een bijbeleid nodig. Heeft ook gebied. Oh, ik vind het enig. Bent u gehuwd geweest? Nee, ik ben niet gehuwd geweest. Er zijn ook geen kinderen, ook geen buitenechtelijke kinderen. Heeft het te maken met het feit dat het niemand kon behouden is met die wil? Ja, ik vind de beste maat die getrouwd zijn, vooral vrouwen. Die moeten geweldige offers bij hun tijd doen. En dan kun je niet de man met een plak chocolade gaan sturen. Die moet ook gekookt en gewassen worden. Dus je bent niet getrouwd omdat je dat niet kunt komen? Nee, dat is wel niet. En dan moet je ervoor over hebben. Het is een vrouwenleven, eerlijk gezegd. Maar je hebt er geen spijt van? Helemaal niet. Ik heb het ook niet van mannen, dus we hebben een hele slechte huisvrouw te gaan bij de bank. Denk je dat we ook nog opzet houden in de werken? Zeker, als een werker is dat geworden. Ik moet zeker dat de moeder opvallen, dat je dat wordt een kans meer. Het is schoongemaakt, dan vallen ze uit de mannen. Kennen jullie dat? Leuk. Voor we verder gaan, wil ik graag 2 bedankjes uitspreken. Ten eerste aan mijn uitgever. Afgelopen vrijdag overhandigde Francine mij het boek. Dus ik heb er nu 5 dagen,
stompzinnig verliefd naar zitten staren. Lieve bijen, wat hebben jullie een juweeltje van het werk gemaakt. 75 zwart-wit illustraties in de tekst en 36 kleurenplaten. En al die platen, al die afbeeldingen moesten worden verzameld, verantwoord, geordend, gefotografeerd, opgelapt, bijgelicht, bijgesneden. En dat alles meermalen om het nog mooier te maken. Zelfs op het allerlaatst bij de drukker heeft Geurt nog 5% rood laten toevoegen aan het omslag. Ik heb me nooit gerealiseerd hoe ingewikkeld het is om een mooi geïllustreerd boek te maken. En voel me met al jullie toewijding en moeite ongelooflijk verwend. Dank. Mijn tweede bedankje betreft de bronnen. Zonder bronnen geen biografie. Oosting was een ijverige archivaresse van haar eigen leven. Aan het Literatuurmuseum schonk ze de brieven die ze kreeg. Ik kan beter mijn bril opzetten. Die ze kreeg van Ida Gerhard, Nettie Nijhoff-Wind en Adriaan Roland Holst. En bij het RKD valt haar 70 jaar professioneel leven gedetailleerd te reconstrueren. Aan de hand daarvan had ik best een boek over Oostings leven als kunstenares kunnen schrijven. Maar niet dit boek, want bronnen over haar jeugd en haar familie liggen daar niet. Die vond ik bij de kleinkinderen van Jeanne's zuster Lot. Op 4 oktober 2019, 2 jaar en 1 maand geleden, mocht ik op Marien Weert maar liefst 21 volgestouwde archiefdozen in de auto laden. Toen ik ze openmaakte, bleken er 1000 brieven in te zitten van Jeanne en haar ouders. Het was een moedig en genereus gebaar om mij deze schat ter beschikking te stellen. Daarom wil ik nu graag de eerste 2 exemplaren van Geen Tijd Verliezen aanbieden aan Katrien en Otteline van Verschuur. Geweldig dat je hier zit op deze prachtige feestelijke dag. En ik voel me ook heel erg vereerd dat ik jou mag interviewen. En dat heeft ermee te maken... Nou, dit wordt ook een beetje een klef gesprek. Want ik ben een groot bewonderaar van Jolande. Dat is natuurlijk een volkomen verkeerd uitgangspunt voor een interview. En tot mijn enorme vreugde heeft ze... Ik heb maar 2 boekjes geschreven. Maar die beide boeken die heb jij opgeluisterd met een speech. En nou, daar was ik ontzettend verguld mee. En nu heb ik ook nog de eer dat ik jou mag interviewen. Dus dat is helemaal geweldig. Wat een geweldig fragment is. Echt fantastisch. Wat trof jou het meest daarin? Nou, die rechte rug natuurlijk voor iemand met mijn kromme rug. Ja, haar houding, die had ze ook toen ik haar ontmoette. Ja, en de fermheid waarmee ze zegt geen spijt. Want het fragment begint met een verhaaltje over workaholics. En ik vind haar dus bij uitstek geen workaholic. Want een workaholic klinkt toch een beetje als iemand die uit nood niks beters weet dan te werken. En bij haar is het gewoon, ze is... Dit is wat ze is. Werken is wat ze is. En dat maakt ze zo duidelijk. Een enorme gedrevenheid, ja. Hè? Ja. 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 Ik vond het Amazone, als ik het goed heb verstaan, of heel erg mooi. Amazone zegt ze. Ja. Het is een Amazone leven, ja. Maar kun je voor mensen hier hebben nog niet het voorrecht gehad allemaal om het boek te hebben kunnen lezen. Mm-hmm. Kun je in een paar zinnen haar een beetje neerzetten? Of is dat een hele afschuwelijke vraag? Als persoon? Of als persoon, ja. Als nou ja, haar belang. En... Haar belang, ja. Ze was in de 20e eeuw een heel gerenommeerde schilderes. En ze verkocht heel erg goed. Ze was bekend. Dat is een beetje vergaan. Misschien komen we er nog over om waarom dat was. Want dat is wel een lang verhaal. Mijn ontmoeting met haar, waardoor ik toen zeer geïntimideerd was... maar tegelijkertijd had ik gelukkig mijn inwendige wetenschapper ook aanstaan. Dus ik snapte ook meteen van... dit is de keuze waar deze vrouwen voor stonden. Dus daarom is ze me blijven intrigeren.
ja, wat ik geweldig vind is hoe ze zich heeft losgemaakt van dat milieu. Want er is toch weinig zo moedig als je hele wereldbeeld moet herzien. En haar ruimdenkendheid, dus dat ze gewoon de wereld in ging, naar Parijs ging. Probeerde met kunstenaars een soort alternatief voor de familie te vinden. En hoe ze toch altijd, ik bedoel, ze heeft hele moeilijke tijden gehad. En ze viel altijd terug. Dat werk was echt een basis waar ze altijd weer terecht kon en waardoor ze weer overeind kwam. En daar heeft ze met ijzeren hand aan vastgehouden. En ze is beloond met een rijk en gevuld leven vol vrienden, vol kunst, vol cultuur. Dus ze heeft het niet eenvoudig gehad, maar ze heeft wel vastgehouden aan wat zij als haar kern zag. En dat vind ik heel mooi. Ja, maar nu vertelde je, dat schrijf je in het boek en dat vertel je ook in de interviews die je tot nu toe hebt gedaan, hè, dat je die ontmoeting. Maar ja, je ontmoet toch wel eens vaker iemand en dan besluit je niet meteen een biografie te schrijven. Dus er moet toch iets zijn geweest waardoor je dacht, nou, dit is zo'n fascinerende vrouw. Nou ja, die ontmoeting was echt heel raar, want op de eerste plaats is het al, ben je al verbaasd dat een kunstenares achter je aanbelt? Ja. Dat was natuurlijk eigenlijk al, toen was ik al verbaasd. Wat ik niet heb verteld is dat er zich toen ook al iets voordeed. Want toen zei ze, had ze goed begrepen dat het voor een promotie was. Ja, zei ik trots. Nou, vond ze heel mooi. Volgende zin. En heb ik het goed begrepen dat u het allemaal niks vond? Ze had namelijk gehoord dat ik vruchteloos iets had gezocht. Ah. Dus ze was van een ongelofelijke directheid. Ik zat aan de telefoon, maar bij zo'n zin wil je ongeveer onder de tafel kruipen natuurlijk. Heb ik het goed begrepen dat u het allemaal niks vond? En dan een 92-jarige met een stem, waar je, ja. Heel, heel duidelijk. Dus ik ging daar wel vrij nieuwsgierig heen. En natuurlijk ook vereerd, maar ook nieuwsgierig. En toen dacht ik, nou mag ik fijn uitzoeken. Maar toen kreeg ik nog deze ondervraging. Die tegelijkertijd, ik stond er echt als een beteuterde kleuter. Maar gelukkig kon ik meteen denken van, oh, maar dit is heel interessant. Dus het was een hele dubbelzinnige ontmoeting. Dat ik geïntimideerd was, maar toch ook wel heel erg gegrepen door haar. Nou ja, vervolgens heb ik natuurlijk 30 jaar communisme en concentratiekampen gedaan. En nu ben ik gepensioneerd en nu mag ik doen wat ik wil. Precies. Ja. Dus nu was zij aan de beurt. Dat was je drijfveer. Dat je dacht, nou, dit is zo'n intrigerende vrouw. Ja. Hier moet meer aan zitten. En nou speelt het natuurlijk, het kan haast niet anders. Net als bij Juliana, dat het seksisme waar zij mee te maken kreeg, een enorme rol in het boek. Hè? Ja. Kun je een paar voorbeelden geven van waar dat dan een rol speelt? Nou ja. Je kunt zelfs zeggen dat haar hele leven eigenlijk getekend is. Ja, seksisme is dan meteen de hele brute vorm. Maar door het feit dat wij de wereld verdelen in twee seksen. Die geacht worden verschillende mensen te zijn. En verschillende rechten te hebben. En verschillende levensdomeinen. Nou ja, dat begon natuurlijk al heel vroeg. Want haar ouders, Friese adel, Fries patriciaat, heel, heel rijk. Alle mogelijkheden, die vonden het leuk als een kind wat tekende en aquarelleerde. Maar het ging dus mis op het moment dat zij duidelijk maakte dat zij er een beroep van wilde maken. En werken was niet de bedoeling, zeker niet voor een vrouw. Maar ze ging bijvoorbeeld ook niet naar school. Ze mocht niet naar de middelbare school. Studeren was er al helemaal niet bij. Dus ze werd gewoon, daar ligt jouw lot, trouwen en kinderen. En dus ze, vanaf de 14e, 15e gaat het mis tussen haar en haar ouders. Daar lijdt ze onder, dat is duidelijk. Ze vindt het heel naar, maar ze houdt wel vast. Tegelijkertijd, ja, door dat prachtige materiaal van die brieven kun je dat heel erg van binnenuit zien. Want er was wel een soort zin in allerlei interviews van dat zij was tegengewerkt van huis uit. Maar ja, ga je dat dan overschrijven als biograaf? Wat doe je dan? Wat is dat tegengewerkt? Ja. Dus dat is een beetje problematisch. Ik geloof het best. Maar zoveel mensen zijn tegengewerkt. Wat was dat dan? En met die brieven zie je het echt gebeuren. Dat ze bonnetjes moet inleveren van een kopje thee en dat soort dingen. Dus je ziet gewoon hoe zij, ja, hoe het woord rijke luisdochter las ik ergens, hoe dat echt nergens op slaat. Omdat je denkt, een rijke luisdochter heeft het goed.
Maar die vrouwen, haar moeder natuurlijk ook, die was ook rijk, maar die was volstrekt machteloos. De wet was, volgens de wet was de vader, had de ouderlijke macht, had het beheer over al het geld. Dat vergeten wij wel eens, dat het juridisch ook echt de vaders alle macht hadden. En dat Sjane dus een fantastisch leven had kunnen hebben als zij zich had uitgeleverd aan het huwelijk. Maar als je dat niet wilde, dan was het dus echt hard vechten. En die vader gaf niet toe, die moeder was halfslachtig. Dus ik vind haar een dappere held dat ze toch voor elkaar heeft gekregen dit allemaal te doen. Nou, dat is natuurlijk seksisme. Gewoon opvattingen over dit is de plaats van de vrouw. En dat is hoe mannen zijn en dit zijn is hun doel, is hun levensbestemming. Maar dan vervolgens in haar kunstenaarsbestaan. Ik vind niet dat zij is gediscrimineerd in de zin van dat ze geen aandacht kreeg. Zij kreeg eigenlijk heel veel aandacht. Ze werd gezien als een enorme opkomende ster. Dus ze exposeerde veel, ze kreeg aandacht in de kranten. Maar wat je dan ziet is dat iedereen die over kunst schreef, behalve Tilly Visser, een vrouwelijke recensent, maar al die recensenten die delen de kunst in naar het geslacht van de maker of maakster. Dus soms maakt ze iets heel moois. Bijvoorbeeld Ex Libris werden dan geprezen. En dan schreef zo'n recensent, ja, dit is prachtig, krachtige lijnen, maar wel erg viriel. Moet u dat wel willen? En het gaat helemaal mis. Of helemaal mis. Ja, ze krijgt het echt voor de kiezen. In 1929 gaat ze naar Parijs. Dan is ze rond de 30. Naar Parijs is natuurlijk waar alles gebeurt. Ja. En dan zie je dat ze hele nieuwe dingen ontdekt. Ze is erg gefascineerd door de zelfkant. Het nachtleven, het lesbisch leven. Gooit ze zich helemaal in. Maar je ziet ook dat ze het heel moeilijk moet hebben gehad. Want ze maakt dan hele expressieve grafiek over zelfmoordenaars, over ziekte, dood, verlating, begraafplaatsen en wat niet al. Ook een hele mooie, die komt af en toe langs, denk ik, van een een vrouw die door de babytjes. Er ligt een vrouw op haar rug met babytjes om zich heen. Een heel raadselachtig beeld. Maar ook bijvoorbeeld een doodskop van een vrouw met op haar hoofd een vogelnestje. En een recensent vond bijvoorbeeld van een schilderij van een vogelnestje, kreeg zij te horen dat dat een schande was hoe zij dat deed. Want een vogelnestje hoorde bij een vrouw het gevoel van een moeder op te roepen. En zoals Sjane die vogelnestjes schittertekende, dat was volstrekt fout voor een vrouw. Dus ze kreeg. En over die hele grafiek werd bijvoorbeeld dan tegelijkertijd gezegd, dit is fantastisch pionierswerk, musea kochten het aan. Maar in dit rijk van ellende volgen wij een vrouw toch niet gaarne. Nee. En dan hadden ze toch liever dat ze over de opera plaatjes maakte. Dus ze werd steeds teruggeworpen op haar seksen. Ze werd niet bekeken als schilder, ze werd bekeken als een vrouw die schildert. En dan zie je veel later in haar leven, als ze heel erg, waar ik dol op ben, maar wat veel gewoner werk is, prachtige, kleurrijke interieurs en boeketten, dan heet ze dus opeens onze vrouwelijke, zeer vrouwelijke schilderes. Dan is dat dus altijd wat eigenlijk. Het is altijd wat. Je wordt steeds teruggeworpen op die seksen, in plaats van dat je gewoon als vakvrouw, vakman, vakpersoon wordt gezien. Ja. Word je afgemeten aan je seksen. En zij heeft zich daar nooit over uitgelaten, hoe ze het vond om onvrouwelijk te heten. Dus daar kan ik ook verder niks over zeggen. Je kunt het alleen constateren dat ze nooit vrij wordt van het feit dat zij als vrouw fungeerde. Nou ja, het sociale leven van vrouwen, van alleenstaande vrouwen, was natuurlijk ook ingewikkeld. Maar goed, dat is een bekender verhaal. En ik vroeg me wel af, dat milieu. Hè? Stel dat ze had een zus en een broer, jongere zus en een jongere broer, een nakomertje was het jongetje, die ook heel naar aan zijn einde is gekomen trouwens. Ja, een heel treurig verhaal. Die broer is, het was geen prettig mens, denk ik. En hij werd ontzettend voorgetrokken, want hij was stamhouder. Dus hij was de oogappel, eindelijk een jongetje wat een naam voor. Maar je kunt hem ook wel zien als een soort tragisch slachtoffer van de feodale opvattingen en van de opvattingen over seksen natuurlijk. Hij had bijvoorbeeld, heb ik begrepen, bankier willen worden, maar werken was non done. Je hoorde van je geld en je grond te leven. Dus hij deed niks. Werd alsmaar dikker, dronk, deed niks, lag in bed. Dus
hij was niet prettig en heel, heel wonderlijk in de omgang. Maar je ziet ook wel, hij is ook een soort slachtoffer van een systeem. Hij had anders dan zijn oudere zus dus niet de moed om daarmee te breken. Nee. Maar ik vroeg me wel af, stel dat deze Hans heet die, geloof ik, dat Hans kunstzinnige talenten had gehad. Ja. Had hij wel zo'n carrière kunnen maken? Gezien dat milieu, hè? Ja, nou ja, weet je, hij mocht gewoon naar school en naar de middelbare school. En hij is gaan studeren in Leiden. Maar het verschil is enorm, want hij kreeg dus gewoon een bankrekening waarop zijn vader geld stortte. Hij kreeg een huis. Hij kon gewoon zijn eigen geld uitgeven. Hij had checks om uit te geven. Terwijl Jeanne kreeg gewoon afgepast af en toe geld. En die moest om alles vragen. Haar getrouwde zus kreeg ook een toelage, hè? Ja, haar zus was helemaal... Jeanne is vrij vinnig over haar zus. Haar zus was helemaal, helemaal wat een meisje uit die kringen hoorde te zijn. Dus vanuit dat perspectief gerekend heel succesvol. En die kreeg zelfs toen ze getrouwd was nog een toelage voor kleren en luxe dingen. En hoeft dus verder niet te verantwoorden. Nee, terwijl Jeanne is de enige, elke cent verantwoorden. Enige met een kasboekje. 1,50 koffie, 2 euro kapper, 30 cent post, 2 gulden. 30 cent postzegels. Ja. En soms... Een keertje mocht ze voor de verjaardag, kreeg ze van haar vader ook op een hele kille manier een soort bedrag waar ze dan een diner van kon betalen. En dan stond er goedgunstig het restantje mag je gebruiken voor een kopje koffie op het station als je weer eens naar huis komt. Dus zo minimaal en zo volslagen afhankelijk. En dan is ze dus gewoon ver in de 20. Ja. Dus het ging heel ver. Maar het is wel heel slecht afgelopen met paps, hè? Met Hans is het niet goed afgelopen. Met paps ook niet. Met paps is het helemaal niet goed afgelopen. Nee, paps heeft zichzelf door het hoofd geschoten. Ja. Wat natuurlijk ook treurig is. Ja, vreselijk. Na fraude en zo. Nou ja, dat maakt het zo treurig. Want hij heeft gewoon belastingfraude gepleegd. En hij is betrapt. En toen heeft hij zich dus doodgeschoten. Maar ja... Het is nogal miserig, natuurlijk. Ja, vreselijk. Nee, en die man werd ook alsmaar ongelukkiger. Dat huwelijk was ook verschrikkelijk. Zoals die moeder over die man schrijft. En Jeanne probeert alsmaar die relatie een beetje goed te houden. Maar die vader is nooit naar één tentoonstelling geweest. Vond het gewoon niks. Mislukte dochter. Gif zwam in mijn bloembed. Ja. Dat zal je vader over je zeggen. Het is nogal een wonder dat ze zo op haar pootjes terechtgekomen is eigenlijk. Ze heeft heel erg vastgehouden. Ze heeft wel zelf gezegd, het had zijn prijs. Mm-hmm. En het is ook wel duidelijk wat ze daarmee bedoelt. Want ze was wel een lastig portret. Het was niet een makkelijk iemand. Voor zichzelf niet, heel veel eisend. Maar ook niet in de omgang. Dus ze heeft ook gezegd... Al dat geruzie, dat leidde tot haar op mijn tanden. En tegen iemand met wie ze echt vertrouwd was, Marianne Tellige, heeft ze ook echt gezegd, van, het heeft zijn prijs gehad. Ik heb geen flexibele, makkelijke persoonlijkheid. Mm. En dat is ook zo. Maar ja, ze heeft wel, denk ik, een goed leven gehad. Ondanks dat het een moeilijk leven was. Maar wel een rijk leven. Ze heeft gewoon voor elkaar gekregen wat ze wilde. Nou, gaat het ook deels natuurlijk over haar liefdes en vriendschappen. Dat liep volgens mij bij haar behoorlijk in elkaar over. Hè? Zeker. Ja, dat is een deel van haar leven waar ze nooit iets over heeft verteld. Vriendschappen veel, want die waren echt heel belangrijk. En ze was erg geliefd in kunstenaarskringen. En ze had veel vrienden. En daar deed ze ook veel aan. Diners voor de verjaardag en... Ja, die liefdes, daar heeft ze nooit iets over gezegd. Ik heb daarna gevraagd. Niemand die er iets van wist. Collega kunstenaar is natuurlijk een beetje van... Ja, we dachten altijd dat er misschien een man was overleden... of dat ze misschien lesbisch was. Maar het was duidelijk een gebied wat je niet moest betreden met haar. Dus daar ga je natuurlijk naar op zoek. En af en toe komt hier een schorpioen langs in een potje. Dat vind ik dus zelf een heel mooi verhaal. De schorpioen in het potje heeft zij getekend, geschilderd nadat een relatie... Ik weet niet wat voor relatie met grafica
Rolien Wiggers-Wiertsma was uitgeraakt. Dat was voor Jeanne volgens mij een hele grote liefde. Of het ooit tot een echte relatie is gekomen, kan ik echt niet nagaan. Maar dat het haar eerste grote verliefdheid was, deze Rolien, daar ben ik wel van overtuigd. En Rolien was dus schorpioen van sterrenbeeld. En toen het uit was, heeft Jeanne die schorpioen in een pot gestopt. Op sterk water gezet. Wat wel een mooi beeld is. Het is mooi, hè? Ja, mooi. Ik vind het echt heel mooi dat ik dat heb gevonden. Maar je bent vrij prudent over de vraag, moet je haar biseksueel noemen? Ja, dat klopt. En natuurlijk, als je wilt weten of ze verliefd was op vrouwen, ja. Was ze verliefd op mannen, ja. Helaas op Roland Holst. Op wie dan meer vrouwen. Dus ja, dan was zij dus biseksueel. Maar als je dat woord heden ten dagen gebruikt, of lesbisch, dan zie je meteen dus de LHBT weet ik veel gemeenschap. En dan wordt het een soort publieke identiteit, iets vaststaans. Zij was lesbisch. Maar als je Jeanne zou vragen wat zij was, dan was zij schilderes. Dus ik ben huiverig om dat woord, om haar zo te noemen, vanwege de hedendaagse connotaties die dat met zich brengt. Haar seksuele leven was niet een publieke identiteit waaronder zij bekend stond. Dus ik ben daar prudent over. Om die reden, om niet een hedendaags beeld erbij te roepen van een openlijk leven. Nee. Nog eventjes over haar reputatie als kunstenares, de schilderes. Zo net zei je al, nou, ze is in haar eigen tijd eigenlijk enorm geëerd. Het cliché wil altijd, vrouwen worden niet gezien, vrouwelijke kunstenaars. Maar dat was in haar geval zeker niet zo. Ze heeft heel veel prijzen gehad. En het was een belangrijke dame in die wereld. Iedereen kende haar ook. Maar als jij nu vertelt, ik heb een biografie geschreven over Jeanne Austin. Wie is dat? Dan zie je mensen zo glazig kijken. Ja. Dan weet niemand meer wie ze is. Dus je ziet dan dat zo'n vrouw toch uit de kanon valt. Ja, zeker. Hoe waarom valt ze nou uit de kanon? Ik probeer daar natuurlijk iets over te zeggen. Op de eerste plaats is dat denk ik het averechtse effect van het succes. Want ze was in haar laatste jaren echt. Haar laatste jaren, dat is dus heel ingewikkeld bij iemand die zo oud wordt. Maar zeg, vanaf 1960 was zij echt iemand die. Ze heeft altijd heel veel geëxposeerd, maar echt een bekende ster. Er werd altijd over haar geschreven. Ze verkocht heel goed. Ze verkocht heel veel van die prachtige landschappen, interieurs, boeketten van dat al. Maar ook grafiek. Maar dat was een heel ander soort grafiek dan voor de oorlog. Dat was veel, veel decoratiever. Veel meer bloemen, vogels, takken. Technisch heel knap, want ze was gewoon dol op het vak. Ze hield zo van doen en experimenteren. Dat verkocht heel goed. En als je dan haar necrologieën leest, hoe ze herdacht wordt, dan is het de grote coloriste, de poëzie van het dagelijks leven. Maar dat hele deel waarin ze dus die meer gruwelijke, macabere grafiek maakte, dat verdwijnt helemaal uit zicht. Dus wat dan overblijft is werk wat niet heel opvallend. Oh ja, daar heb je die. Die vind ik ook zo intrigerend. Kijk, er zitten dus ook nog doodskopjes in dat gekraste gedeelte. Dus dat vind ik wel iets waar je eindeloos naar kunt kijken. Van wat gebeurt hier? Wat wil iemand hier zeggen? Maar die meer... Waarom ze zo goed verkocht is ook omdat het heel, heel plezierig werk is. Je wilt het aan de muur. Als je geen Bonnard kunt betalen, neem je toch gewoon fijn een Oosting. Die ook zo kleurrijk, de binnenwereld. Maar zo is ze herdacht. En dat is volgens mij jammer. Want er kwam natuurlijk een enorme mode van geëngageerde kunst of kunst met avant-garde kunst. Ze was modern, ze was niet avant-gardistisch. Dat was ze allemaal niet. Nou ja, na de oorlog heb je natuurlijk sowieso gehad dat de figuratieve kunst enorm het verloor. Dat er echt een soort concurrentie was tussen de abstracte kunst en de figuratieve. Dus de figuratieve verdween sowieso erg uit zicht. En ja, er is nog een aspect en dat noem ik klassevooroordeel. Ik heb 2 museumdirecteuren gevraagd die dus nu tegen hun pensioen aan zitten. Die dus in de tijd
van Jeanne het voor het zeggen hadden. En die hadden allebei zoiets. De een zei, ja, maar dat is een deftige vrouw. Die heeft nooit voor de geld hoeven werken. Ik dacht, nou, je moest eens weten. Maar alsof dat de kwaliteit van je schilderijen verandert. En de ander zei, vrij onthullend hoor. Ach ja, al die freules. En het zijn hele goede kunstenaars, maar ja, die deftige mensen. Dus een beetje van, ja, kunstenaars moeten arm zijn en zielig en heel bohemian leven. En anders zijn het soort van geen echte kunstenaars. Beetje bedriegers toch, die hebben het te makkelijk gehad. Ja, en ik begreep van de biografen van Charlotte van Palland dat daar hetzelfde heeft gespeeld. Dat het ook te veel een deftige mevrouw was om serieus te nemen. Dus ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld. Dus ja, weet je, het is voor de kunstgeschiedenis en haar plaats in de kunstgeschiedenis is het nadelig. Maar ze heeft er zich niks van aangetrokken. Ze is gewoon doorgegaan en ze verkocht kranten, schreven over haar. Dus er is een kloof tussen de officiële kunstgeschiedenis en haar plaats en de waardering van publiek en kijkers en galeriehouders en kunsthandelaars. Want daar is ze altijd geliefd gebleven. En ze heeft zich nooit miskend hoeven voelen? Nee, ze voelde zich niet miskend. Nee. Kijk, die miskenning van huis uit, die heeft haar altijd parten gespeeld. Daar ben ik van overtuigd. Dat dat altijd is blijven knagen en dat dat heel erg naar is geweest. Gewoon voor haar innerlijk. Maar ze heeft nooit geklaagd over miskenning in haar werk. En haar vriendin Ida Gerhard, ik heb een paar brieven daarover. Ze was op een gegeven moment heel bevriend met Ida Gerhard, maar ze vindt het echt jammer dat Ida Gerhard zichzelf maar miskend blijft voelen. Van, zij is daar te groot. Ze is daar te groot voor. Zo'n prachtige scène die hoe heet je ook alweer beschrijft in zijn boek over Zutphen. Ad ten Bosch. Ja, Ad ten Bosch. Ja, dat moet je even vertellen over die twee dames bij elkaar. Die twee dames bij elkaar. Dat waren echt. Ida Gerhard was natuurlijk ook een weerbarstig geval. Dus twee weerbarstige gevallen bij elkaar. En Ad zit het dan met grote verbazing te bekijken, want die reed Gerhard in het rond. En hij schrijft dan, ik kan het nooit zo mooi uit mijn hoofd vertellen als ik het van hem citeer. Maar dan zegt Ida, Jeanne, hou toch eens op. Je zigzagt als een bromvlieg in het rond. Ga toch eens zitten. En dan zegt Jeanne, Ida, hou toch eens op over die moeder met die zwarte mantel. Dat weten we nu toch wel. En dan schrijft Ad zoiets van dat hij eigenlijk Gerhard nergens meemaakte als dat ze iemand als gelijke beschouwde. Dat ze overal altijd bevelen uitdeelde en vond dat iedereen moest rennen en draven. Maar dat ze bij Jeanne dus volstrekt ontspannen en dat die twee elkaar compleet aan elkaar gewaagd waren en erg verknocht. Wat wonderlijk is hoor, want Jeanne noemde zichzelf een heidinnetje. En Gerhard was natuurlijk heel, heel vromig. Dus, ja. Maar ze waren echt zeer verknocht. En had ze ook een diepe vriendschap met Van Tillegen, hè? Ja, ja. Ja. Dat speelt ook in het laatst van haar leven een behoorlijke rol. Van haar leven. En ik denk, er liggen zo'n 100 brieven van Jeanne aan Tellegen in het Nationaal Archief. Het zijn prachtige brieven. Ze vertelt echt alles, het hele leven aan Tellegen, wat ze allemaal doet en dit en dat. Volgens mij was Tellegen eigenlijk, ja, ik weet dus niet of ik het haar grote liefde moet noemen, want dan krijg je weer allerlei associaties. Er speelde zeker erotiek een rol. Ik kus het zachte vel om je ogen, mijn liefste. Dus ze was dol op Tellegen. En Tellegen was belangrijk voor haar. Tellegen gaf een soort rust. Een soort. Jeanne kreeg met veel mensen ruzie. En zeker met geliefden kon het hoog oplopen. Maar met Tellegen hebben ze één keer een aanvaring gehad. Toen was Tellegen schande vergeten Jeanne voor haar verjaardag een cadeau te sturen. En dit is trouwens iets waarvan ik denk, dit is echt oud leed wat nooit is overgegaan. Want Jeanne stuurde altijd broer en zus en ouders allemaal cadeautjes. En haar verjaardag vergaten ze gewoon consequent. Dus dat was een heel gevoelig punt. Jeanne's verjaardag mocht je nooit vergeten. Tellegen stuurde altijd een heel mooi uitgekiend pakket boeken. En dat heeft ze een keer vergeten. Jeanne een woedende brief gestuurd. Schrijft Tellegen terug. Dit vind ik nou echt oude wijvenklachten. Was het afgelopen? Dat pikte ze dus van Tellegen. Ja. Niets meer aan de hand.
Dus Tellegen was heel bijzonder. Het is ook heel erg dat zij van een trapje is gevallen. Want ze had en doodgegaan. Want ze had, voor Jeanne was Tellegen echt een belangrijke steunpilaar. Die ook gewoon haar gelijke was. Voor wie ze een enorme bewondering had. En die ze ook heel mooi vond trouwens. Ze heeft 2 portretten van haar getekend. Zit die hier ook bij? Nee, hè? Dat zou wel eens kunnen dat die er niet in zitten. Nee, ze vond er ook echt heel mooi. Dat telde wel voor haar. Maar ja, ze schrijft ook van die dingen van... Ja, die vrouw is wel mooi, maar ze is zo vrouwelijk. Dat vind ik onverdraaglijk. Dus het is verrukkelijk, Jeanne lezen, want ze is zo ongewatteerd. Het is echt geniet, hoor. Ze heeft ook een prachtige, eigenzinnige taal. Ik vond het echt... Ze kon eigenlijk ook nog goed schrijven. Ze kon heel goed schrijven. Ja. Ze ging vaak dichten als iets haar veel deed. Of het nou positief of negatief was, ging ze dichten. Dat was niet zo geslaagd. Nee, dat wordt een beetje pathetisch. En dan gaat ze ook keurig rijmen en zo. Maar als ze gewoon haar grote, ontzettend scherpe ogen... want ze kon zo goed kijken en waarnemen. Als ze dat gewoon opschrijft, dan is het heel erg... hele mooie observaties en heel scherp. Ze heeft veel stukken in de NRC geschreven over hoe Parijs veranderd was. In het Elseviers Weekblad schreef ze reisverhalen. En die zijn heel erg te genieten, omdat ze dan gewoon kijkt. En dat in haar hele eigenzinnige, ja toch met schildersogen, heel mooi opschrijft wat ze dan ziet. En het is echt een plezier om te lezen. En dat geldt ook voor haar brieven. Het geldt zeker voor haar Moskou-boek. Als het goed is, zit hier een sneeuwruimster, is die ergens gepasseerd. Ze is... Nee, is de sneeuw... Ontbreekt de sneeuwruimster? Nou, ze is rond 1970 naar Moskou gegaan, wat toen nog vrij uniek was. Want het deed een mens niet, want er waren communisten aan de macht. Het kwaad heerste daar. Jeanne ging daarheen en vond het er geweldig. Ook omdat ze een groot liefhebber van de oude Russische literatuur was. Dus ze zag dan berkenboompjes en ze ging naar het graf van die en van die. En al die kunst. Dus ze vond het er geweldig. Terwijl ze natuurlijk geen woord Russisch sprak. Maar wat ze met name geweldig vond, was dat in Moskou vrouwen de sneeuw ruimen en de straat vegen. Daar zie je gewoon vrouwen die werken. In Nederland moesten we daar niet aan denken natuurlijk. En ze heeft een hele mooie etsen gemaakt. Maar bij die etsen heeft ze dus eigen verslagen van wat ze in Moskou ziet. Hoe het eruit ziet. En die zijn ook zo mooi. Wat de winkels laten zien. Hoe de mensen eruit zien. Dat het zo schoon is. Nou ja, het is echt erg fijn lezen. Maar dan gaat ze dus niet literair doen. En bij dat dichten ging ze dat wel doen. Dat moest ze beter niet doen. Op een gegeven moment sterft haar moeder. En dan gaat zij enorm erven uiteraard. Ja. Dus op een gegeven moment raakte ze in zeer goede doen. Ja. Hoe zag haar leven vanaf dat moment eruit? Als ze dus niet meer... Nou ja, toch wat financiële narigheid. Nou ja, het leven verandert in zoverre dat ze dan haar eerste huis koopt. Tot dan toe heeft ze alleen maar op huurkamers. En dat is wonderlijk, want het is 54, dus zij is dan 56. Zo. En dan krijgt ze dus echt heel veel geld. Het is het Lauswold, heb ik wel langs zien komen. Landgoed Lauswold, dat erfde ze met z'n drieën, dat werd verkocht. Toen heeft ze een buiten gekocht in Almen. Wat ze zelf een klein prettig gelegen zomerhuis noemt. Maar het is dus een volwassen landgoed. Prettig gelegen zeker. En later, een paar jaar later, koopt ze ook een huis in Amsterdam. En ja, dat is wel een wereld van verschil met hoe ze daarvoor leefde. En wat er vooral gebeurt in Almen. Laat ze verbouwen, laat ze logeerkamers maken, laat ze een bibliotheek maken, want ze was echt een groot lezer. Gaat ze gasten ontvangen. Dus je ziet dat ze dan gewoon de ruimte heeft om mensen te laten komen logeren. En dan komt kunstzinnig Nederland graag bij Jeanne langs. Ja. Dus het leven verandert. Maar het verandert ook weer niet. Want ze blijft gewoon even hard doorwerken. Daar verandert echt weinig in. Je hebt niet het indruk dat het een eenzame vrouw was op het laatst? Nou ja, weet je,
die eenzaamheid, die speelt haar wel parten. Dat zie je ook in die gedichten, of ze nou goed zijn of niet. Je kunt er wel van alles uit aflezen. En je kunt het je ook voorstellen. Het was natuurlijk een heel alleen leven. Dus ik denk dat zij zeker met eenzaamheid heeft geworsteld. Ik denk ook dat ze heel graag wel een echte partner had gehad. Maar de voorwaarde, niet trouwen, dat was absoluut niet haar wens. Maar de voorwaarde voor zo'n partner was wel dat ze gewoon door kon gaan leven zoals ze leefde. Nou ja, die waren natuurlijk moeilijk te vinden, dat soort partners. Ja. Ze was geen makkelijk mens. En ze heeft het leven toch, denk ik, die eenzaamheid ook weten op te lossen. Gewoon door vrienden, door heel veel lezen, heel veel reizen. Ze wierp zich echt op het leven, dus ze heeft het wel gevuld. Maar ze zal zeker momenten hebben gehad. Ze schrijft ook ergens aan Ida Gerhard na de dood van die broer. Hè, het lijkt me toch wel fijn om zoals jij bij zulke momenten iemand in huis te hebben. Ja, ja. En dat kun je dan ook wel voorstellen. Ze moest natuurlijk alles alleen verwerken. Ja. Ja. Dus het is, zeker is ze eenzaam geweest. Maar ik zou niet het beeld willen scheppen van een soort gemankeerd leven, want nee, dat had ze zeker niet. Nee, absoluut niet. Dit vind ik altijd zo'n fijne vraag voor een biograaf. Hebben we haar? De sneeuwruimster. Ja, ik heb een vraag, dat vind ik altijd zo leuk om aan een biograaf te stellen, maar dit is volgens mij heel flauw, maar goed, moet je maar niet al te euvel duiden. Stel, ze komt hier nu binnenlopen. Nou, vliegen waarschijnlijk, hè? Want ze was toch heel kordaat in de mimiek. Ja. Mevrouwtje Rukwind, zei je. Ja, precies. Goed, ze komt hier binnen en jij mag haar nog één vraag stellen. Wat wil je dan weten? Oh jee. Met andere woorden. Zijn er dingen geweest waarvan jij dacht, dit begrijp ik eigenlijk niet goed? Nee, ik heb het idee dat ik een eind ben gekomen met begrijpen. Maar die liefdes die blijven me wel dwars zitten. Bijvoorbeeld, ik heb dan Rolien gevonden, dat is 1922. En dan vind ik een echte relatie met Nettie Nijhoff-Wind, dat is 1944. Die er niet zo sympathiek uitkomt trouwens. Ik ben haat alle vrouwen met wie Jeanne iets gehad heeft. Het zijn allemaal naarlingen. Dat is ook wel interessant. Nou, ze had een slechte hand van kiezen, ja. Want ze wordt heel naar behandeld en dat laat ze dus gebeuren. Ja. Wat wel interessant is. Dat is zeker raadselachtig. Maar ja, als ik één vraag mag stellen, kan ik niet vragen hoe zat dat nou? En dan hebben we een niet tot wasdom gekomen liefde met Werumeus Bühning. En dan hebben we dus de afwijzing door Roland Holst. Dat is wat ik gevonden heb. Maar die 10 jaar in dat ontzettend amoureuze Parijs, dat blijft een raadsel. Wat is daar gebeurd? Daar heb ik dus niets over gevonden. En toch is daar dat werk met die liggende vrouw met die baby's ontstaan. Waarvan ik ook, ja, dat zou ik ook wel willen dat ze me dat uitlegde. Wat is dit? Wat zien we hier? Het is een heel intrigerend werk waar ik ook steeds weer naar ga kijken. Dus ik heb niet genoeg aan één vraag. Oké. Maar, nou goed, maar je hebt toch een behoorlijk compleet beeld. Ik had het gevoel dat jij als auteur het idee had. Ik snap wel hoe ze in elkaar zitten. Ja. Dat voel je dan als lezer, hè? Nou ja, dat vind ik altijd bij een biografie. Is dat ook het. Heel lang zit je natuurlijk door een moeras te waden. En dan heb je natuurlijk ook de paniek van, krijg ik hier ooit greep op? Zie ik hier ooit een soort lijn in? Durf ik hier ooit iets te zeggen? Het is niet de bedoeling van een biografie dat je allemaal feitjes achter elkaar schrijft. Het is geen telefoonboek van gebeurtenissen. Ja. Je moet toch het gevoel hebben dat je iets van zo'n leven begrijpt. Hebben bij Juliana ook heel lang over gedaan voor ik daar enigszins van dacht, dit snap ik een beetje. En op een gegeven moment gebeurt het dan. Dat had ik bij haar ook. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik geloof dat ik het wel aardig weet. Nou, wat een heerlijk moment. Dat ik het wel een beetje begrijp. Ja, maar ja, het kan natuurlijk best zijn dat anderen gaan zeggen, nou dit. Ik probeer wel altijd duidelijk te maken wat ik weet en wat mijn conclusies zijn. Zodat je ook een andere weg kunt inslaan als lezer. En kunt denken, nou, dit denk ik niet dat je goed zit, Withuis. Dat zit volgens mij anders. Zoals over die liefdes, waar ze steeds het hoofd op het hakblok legt. Ik denk, ja, dat was met die moeder. Die was ook zo iemand die
enorme extatische liefdesuitingen kon mengen met verschrikkelijk vinnig uithalen. Dus in zekere zin was het iets wat ze van oudsher al kende van degene op wie liefde ze moest vertrouwen. Dus ik suggereer dat het daar misschien vandaan komt. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet meer dan suggereren. Nee. Dus daarvan hoop ik dat lezers ook denken, nou, ik denk niet dat dat zo zit. Ik bedoel, die mogelijkheid probeer ik in het schrijven toch wel open te houden. Dat je echt goed kunt weten wat ik nou echt weet en wat ik er zelf bij denk. De verhouding met je moeder, die verbetert wel erg als paps dood is, hè? Ja, dat is... Ja. Ja, dat, dan bloeit dat is, de moeder ook helemaal op. Dat is bijna onthutsend, die moeder. Die moeder is een... Nou ja, wat natuurlijk een grote stap is dat die moeder in 27 wil scheiden. En scheiden was wel heel erg en ingewikkeld. Het moest via de rechtbank, gebeurt niet. Maar die moeder die vertrekt gewoon elk jaar een half jaar naar de Riviera, bij wijze van spreken. En die heeft een en al klachten en kwalen. En nog niet is vader dood of moeder bloeit op. Ja. Heeft nooit meer, schrijft ze ook, ik heb nooit meer maagpijn, ik heb nooit meer jicht. Gaat onmiddellijk haar dochter in Parijs bezoeken. Die begint gewoon een heel nieuw energiek leven. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk eigenlijk. Ja, dat niet mogen scheiden, dat is natuurlijk afschuwelijk. Of niet willen scheiden voor het fatsoen en de reputatie. Maar die dynamiek van het gezin is wel interessant. Want als je naar de kinderbrieven kijkt, Sjane doet altijd, mijn vader vond mij mislukt. Maar in het allereerste begin zijn de brieven van de hele lief, kleine Sjane naar haar paps, die zijn heel lief. En van vader terug zijn ook heel lief. Het gaat echt mis op het moment dat zij zegt, ik wil een werkende vrouw worden. Dan gaat het mis. En dan komt zij dus tegenover de vader te staan en een beetje halfslachtige steun van de moeder. Maar als die moeder en vader een enorm conflict krijgen, dan zie je dus dat Lot, het geslaagde zusje, die steunt de vader. Dus die moeder schrijft dan afschuwelijk over die Lot. En dan gaan Sjane en haar moeder worden wat warmer. Maar Sjane, als ze in 40 na een tijdje spoorloos te zijn geweest terugkomt in Nederland, ze zegt dat ze dan voor het eerst enige tederheid van haar moeder ondervindt. En na de dood van die vader worden ze steeds hechter. Ja. En ze hebben altijd een gezamenlijke liefde voor boeken. Dat vond ik een heel mooi deel. Mooi, ze zijn altijd boeken aan het uitwisselen, aan het schrijven over wat ze ervan vonden. Dus je ziet bij die moeder, behalve dat ze onuitstaanbaar bemoeizuchtig is, je nachtjaponnen zijn aan het slijten. Ga nu 6 nieuwe nachtjaponnen kopen bij de firma die en die. Maar neem wel tante mee, want anders koop je weer van die prullen met kantjes. Ja. Dan is zij 26. Ja. Dus die moeder is onverdraaglijk eigenlijk. Maar die heeft ook de kant dat je ziet dat ze enorm eronder leidt dat zij ook nooit naar school mocht. Dus dat ze steeds bezig is zich te ontwikkelen. Dus boeken lezen, naar lezingen gaan en daar dan met Sjane over schrijven. Dat vind ik heel erg mooi. Goed. Ik wil nog even de ruimte geven voor eventuele vragen uit de zaal. Dat mag. Dan ga ik mijn microfoon even geven aan jou. En dan kun jij met aan degene die vraag stelt. De microfoon voor jou. Is er ergens een vraag? Ja, ik heb eigenlijk 2 vragen aan u. Compliment voor uw verhaal, overigens. Heeft u ook iets gevonden over die Parijse periode? Want ze heeft daar dus in de Parijse salon geëxposeerd. En weet u daar iets van? Heeft u daar onder haar eigen naam ook, met een meisjesnaam zich ingeschreven? Want er waren nog wel wat balotages voor die salon. Ze heeft alleen een meisjesnaam. Ja, ja. Maar ze heeft heel veel geëxposeerd in Parijs. En dat is ook, daar is veel van te vinden. Er zijn catalogi waar gewoon in staat wat ze daar heeft gedaan. Het meest interessante wat ik over Parijs heb gevonden is, en dat is ook echt nieuw, de FAM, de FAM Artiest Moderne. Dat was een club van vrouwen die elk jaar exposeerden.
Franse vrouwen, althans vrouwen, schilderessen en kunstenaars die in Frankrijk woonden, maar die mochten overal vandaan komen. Dus het was een heel internationaal gezelschap. En het was echt een heel modern, kritisch gezelschap. En daar heeft Sjane als enige Nederlandse aan meegedaan. En daar zijn catalogie van. En het is echt een interessante club geweest. En daar heeft ze ook het zelfportret wat ik als omslag heb gekozen uit 1936, heeft ze dat voor het eerst bij de FAM geëxposeerd. Ik heb dat als omslag gekozen omdat ik het als een soort triomfschilderij zie. Ze heeft daar weliswaar penselen, maar het is bijna iemand die met geheven vuist in een 1 mei demonstratie loopt. Hier legt de Sjane echt vast: ik ben schilderes geworden, het is mij gelukt. Maar ze heeft dus heel veel in Frankrijk geëxposeerd, zowel schilderijen als grafiek. Oké, okay. En zag ze de werk als ambacht of als een roeping? Volgens mij allebei. Ze zag het absoluut als een roeping. Dus ze zegt ook heel veel in redenvoeringen: ik heb van jongs af aan moeten vechten, zowel tegen mijn afkomst als tegen de schilderdrift. Dus ze zag het in zekere zin iets als een last. Nou zeg ik het een beetje negatief, maar als iets waar ze ook mee opgezadeld was. Dus waar ze iets mee moest, waar ze niet onderuit kwam. Maar ze was erg van het ambachtelijke. Dus in Parijs is ze bij een hele belangrijke leraar in de grafiek, heeft ze heel veel gedaan aan nieuwe technieken. En ze was iemand die absoluut zelf wilde drukken, dus het liever niet uitbesteden. Dus ze hield gewoon heel erg van het ambachtelijke van werk. Ja, daar zijn ook nog vragen, daar in het hoekje aan de zijkant. Heel goed. Was ze oorspronkelijk autodidact of heeft ze onderweg die cursussen gevolgd? Ja, ze heeft cursussen gevolgd. Ze heeft eerst voor elkaar gekregen, toen ze dus niet naar een kunstschool mocht, heeft ze voor elkaar gekregen dat ze naar een ik geloof heel beroemde kostschool voor deftige meisjes, het Kopje in Bloemendaal, mocht. Ja. En daar was een goede een echte kunstschilder gaf daar les. En nou ja, daar mocht ze dan een paar maanden heen. En vervolgens heeft ze afgedwongen dat ze daar weer heen mocht. En dan kon ze naar de Haarlemse kunstnijverheidsschool. Leerde ze ook wat andere technieken. Nou, dan moet ze weer terug naar het kasteel met 40 kamers waar zij opgroeide. En dan op een gegeven moment gaat ze naar Albert Roelofs in Den Haag. Gaat ze op het leerlingenatelier. Dus ze heeft steeds wel stukjes gehad. Zelf zag ze het als een treinreis met veel overstappen die niet aansluiten. Maar ze was geen autodidact. En ze heeft in Lochem zelfs als meisje ook een tijd lang bij een mevrouw, waar nog meer freules aan het schilderen waren, ook les gehad. Dus ze was voortdurend bezig te proberen of ze toch alsjeblieft les mocht krijgen. Ik heb nog een vraag. Til Visser, heeft ze die ook persoonlijk gekend? Jazeker. Zoals je het schetst, moet ze die ook vaker ontmoet hebben, bijvoorbeeld in Parijs of zo. Ze heeft ook haar portret geschilderd. Ja. Dat is helaas na de dood van Til Visser door de familie bij Christie's geveild. Dus ik heb het niet kunnen vinden. Maar die zijn tot de dood van Til Visser heel nauw aan elkaar verbonden geweest. Wat natuurlijk ook wel weer bizar is. De hele zeer communistische Til Visser, die dan in de waarheid een lofrede op het liberale karakter van Sjane Oosting schrijft. En het ook een beetje voorstelt of Sjane dikke vrienden was met Ilja Ehrenburg, omdat ze toevallig naast hem woonden. Dus het is een boeiend aspect, Sjane en Til Visser. En de galerist, was dat Sotman hier of Lamsweerde? Lamsweerde. Ja. Zijn er nog andere vragen? Ja, jullie kunnen alles in het boek lezen. Straks. Hier is nog een vraag hier, voor mij rechts. Ja, achter de pilaar. Ik zit een beetje onhandig achter de paal. Dag Jolande. Mijn complimenten ook. Ik had een vraag. Ze is bijna 100 jaar geworden. En je vertelt dat je haar wel goed hebt kunnen doorgronden. Wat zie jij als meest bijzondere moment of meest bijzondere periode uit haar leven?
Ja, dat is volgens mij Parijs. Want ze had zich natuurlijk al behoorlijk losgemaakt van het gezin. En ze woonde al in Den Haag. Maar ze zat toch nog erg vast. En Parijs, dat was gewoon zoiets bijzonders. Daar kon op het schilderslinnen alles, maar ook in bed. Dus daar ging een wereld voor haar open. Zowel, je ziet dat ze echt gefascineerd is door seksuele vrijheid, maar ook door gewoon de armoede die ze ziet, de verloedering, het nachtleven, zowel de opera en het circus als de junks. Dus Parijs is echt wel de grootste gebeurtenis uit haar leven. En hoewel het heel duidelijk is dat ze het daar ook heel naar heeft gehad en heel arm en bijvoorbeeld een kamer had en met vier gezinnen, één wc die altijd bevroren was. Echt, dat je denkt, oh wat vreselijk. Is het in haar herinnering, dit was het leven waar ik altijd van had gedroomd. In Parijs wordt zij echt een heel zelfstandige en gevestigde kunstenares. En het voordeel van haar opvoeding was dat ze uitstekend Frans sprak. Want dat was natuurlijk onder de aristocratie nog gebruikelijk. En met het thuisonderwijs had ze toch heel goed Frans geleerd. Dus zij kon veel beter dan een heleboel Nederlandse schilders. Want er was echt een grote migratie naar Parijs. Maar Jeanne kon zich heel goed redden in het Frans. Dus ze heeft het daar volgens mij fantastisch gehad. En ze is altijd, ook toen ze in Amsterdam was, ging ze steeds weer een maand werken in Parijs. Was echt de stad van haar leven. En aangezien jij volgens mij dokter bent, een groot voordeel voor Jeanne haar leven lang was dat zij een formidabele gezondheid had. Ze had een oneindige energie en ze was ijzersterk. Ja, nee, roken, dat kan ik van harte aanbevelen. Goed. Ik wou het zo'n beetje gaan afronden. Maar jij moet nog even vertellen waar we het werk van Jeanne in de komende tijd kunnen zien. We moeten natuurlijk allemaal dit boek lezen. En dat gaan jullie ook zo doen, want jullie gaan een boek kopen en dan vragen om een signeren. Dat kan ook allemaal zo direct. Maar waar kunnen we haar werk zien? Ja, dat is dus een hele leuke vraag. En ik had het antwoord opgeschreven, ben ik nu kwijt. Ga het uit het hoofd doen. In april barst de zomer van Jeanne los. Nou. Maar liefst 5 plekken komen er dan allemaal tegelijk met ook een gezamenlijke folder. Dat is Museum Belvedere in Heerenveen, vlakbij de roots van de Jeanne's ouders, Lauswold en Oranjestein. Belvedere gaat 2 dingen doen. Aandacht besteden aan de Friese kant van Jeanne en aandacht aan de Parijse grafiek. En ook nog een speciaal nummer van het tijdschrift uitgeven, helemaal gewijd aan Jeanne. En dan komt er in Zutphen, in Museum Henriette Polak, wat gespecialiseerd is in moderne figuratieven en waar ze ook veel van haar hebben. Belvedere heeft trouwens ook heel veel. Henriette Polak gaat een biografische tentoonstelling maken, een grote biografische tentoonstelling, waarin mijn boek zeg maar gevolgd wordt. Dan hebben we Museum Maassluis. Daar heeft Jeanne een enorme gift aan gedaan. Museum Maassluis heeft 100 werken van Jeanne. Helaas hebben ze geen geld om het heel goed te onderhouden. Maassluis gaat een tentoonstelling maken over al Jeanne's reizen. Dan is in Vochtelo is het Centrum voor Grafiek, Nobilis, Centrum voor Prentkunst. Die maken een tentoonstelling Jeanne en tijdgenoten. En dan hebben we Alme. Alme heeft een klein plaatselijk museum. En die gaan een tentoonstelling maken over de positie Jeanne als dorpelingen. Over haar liefde voor Alme, haar hoe er in Alme naar haar gekeken werd. En ook veel Almenaren hebben werk van Jeanne aan de muur hangen. Dus dat gaan ze allemaal proberen te verzamelen. Heb ik er nu 5 gehad? 5 gehad. Dat ja, zijn ze. Heel goed. Heel goed, nou hartelijk dank voor deze prachtige inleiding op het boek. Dat is nu te koop achterin zo direct. En u kunt ook het glas heffen natuurlijk op deze feestelijke gebeurtenis. En reuze bedankt voor uw aandacht. En nou, jij moet aan de slag, want je moet zo signeren. Ja, nou, veel dank jij. Ja, graag gedaan. Oké. Okay.